الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا أما بعد بسمونا زستر الله سبحانه وتعالى تكلم القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Een van de mooie aspecten van deze vers, beste broeder of zuster, is dat Allah Ta'ala ons oproept om hem te vrezen. Taqwa. Zodat je in staat bent om een gezond leven te leiden. Wij zeggen dat reflectie, dat zou je kunnen doen. Maar het mooie is op het moment dat je gelovig bent, dat je altijd een referentiekader hebt, waarin je alles zou kunnen toetsen. Ook op het moment dat je in je leven even niet meer weet wat je zou moeten doen. Dat gebeurt vaak in je leven. Deze gedaan, je weet het even niet meer. Je begrijpt het even niet meer. Je ziet het even niet meer zitten. En daarin kan je terugkeren naar jouw geloof, naar Allah, naar de Koran, naar de Sunna van de Profeet, sallallahu alaihi wasallam, om je versterking daaruit te halen. فإن تنازعتم في شيء أو قصيدوا كان بينكم تشكيلاً أو أسبكتاً فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كيترك على أفكار من البوفيت على القرآن لأنه يجب أن يستطيع أن يكون من ليف البيت تبخير من بيت تسكير فورتة بس هنا زوستر We hebben de afgelopen dagen natuurlijk een hele discussie gehad in de samenleving over de positie van de moslims en de islam in Nederland. Wat zich uit in het oprichten van gebedshuizen. Oprichten van moskeeën. En waarin de hele discussie was over buitenlandse financiering. In hoeverre dat een belemmering is voor de integratie, een belemmering is voor de ontwikkeling van de moslims in Nederland, die daarin zijn. Beste broeders en zussen, alhamdulillah, dat wij de generatie zijn, en wees Allah dankbaar, vooral onze ouders. Dat wij de generatie zijn, want onze ouders de generatie waren, die heel veel hebben gedaan om gebedshuizen op te zetten en te bouwen. Dat vond ik in Allah heel erg. Het lijkt een simpel proces, we bouwen ergens een moskee en we zijn klaar. Nee, het is een zeer belangrijk proces. Die de komende generaties over 100 jaar, over 300 jaar, over 400 jaar nog terug kunnen zien. En daar ook veel meer profijt van zullen hebben. Omdat deze moskeeën die gebouwd worden, uiteindelijk niet alleen voor ons gebouwd worden, maar voor de komende generaties inshallah. Hoe mooi is dat als je naar een land gaat. En je bent een toerist. En op een gegeven moment ben je aan het wandelen, aan het zijn, aan het reizen in dat land.
kerk die 800 jaar geleden gebouwd is. Hoe mooi is dat om dat te zien, beste broer en zus. Die mensen die 800 jaar bezig waren met het bouwen van een moskee waren precies hetzelfde als u. Die ook geld hebben gedoneerd, die de politieke discussie hebben gevoerd, die geprobeerd hebben om te laten zien dat de islam niet zo vreselijk is als hij soms beschilderd wordt. Beste broeder en zussen, we zijn historie aan het schrijven. We zijn geschiedenis aan het schrijven in het bouwen van moskee. Dat is mooi. Nieuwe beschavingen die zich aan het ontwikkelen zijn. Die niet tegenover elkaar staan, zoals sommige mensen en sommige sociologen ons proberen uit te leggen en ons proberen te overtuigen dat beschavingen niet naast elkaar kunnen leven. Maar dat de beschavingen tegenover elkaar komen te staan, dat is niet onze beschaving. Allah Ta'ala zegt in de Koran, wa la ta'allah in nazin, ba'dan bi ba'd. Sunnat al-Tadafu. Mooie concurrentie. Elkaar uitdagen tot het goede. En als je een beschaving hebt waarin elementen in terugkomen die niet goed zijn, zou je die moeten herzien. Het is toch mooi om te zien in Nederland dat discussie over Zwarte Piet herzien wordt. Is een beschaving, is een cultuurelement. Het bevat discriminerende karakters en daarom moet dat herzien worden. Zo zie je ook allerlei andere uitingen in andere culturele gewoontes. Die wij terugkomen, die wij zien, die moeten ook herzien worden. Ten daarvoor, toen het ten daarvoor, bekritiseren op dat iets buiten wat? Buiten de normale kaders op een gegeven moment valt. En dan zegt Allah zijn corona die zou Allah in Nesta laat dat niet meer aan. Lahud die met salameh. Salameh, dat zijn de kerken. Als we elkaar niet, als we niet een gezonde concurrentie hebben in onze beschaving, zouden we ervoor kunnen zorgen dat kerken gesloopt worden. Hebben we gezien, hè? Ook in de naam van de islam zijn er groeperingen geweest op aarde die kerken gaan slopen. En dit is ver van de sunnah van de profeet, ver van Allah Ta'ala van ons verwacht. Wat zijn de koranen die zeggen, Allah heeft net zijn baat al bewaald. Lahud die met salari wa biya. Weet wat biya is? De synagoge. Lahud die met salari wa biya wa salawat wa masajid. Yudkaru fiha ismullahi kabira. Dus beste broeders en zussen, we zitten in een hele gevoelige, mooie moment in de samenleving waarin wij alhamdulillah de generatie zijn om deze moskeeën te mogen bouwen. En deze moskeeën zijn geen haatpaleizen. Deze moskeeën, alhamdulillah, zijn gebouwen waarin mensen zoals u komen. Mensen die berouw willen tonen. Mensen die liefde voor Allah hebben. Mensen die liefde voor elkaar hebben. Mensen die het mooie voor de samenleving willen. Mensen die hun islam een belangrijk element vinden. En hun stimuleert en probeert te ondersteunen om het liefde uit te stralen naar de rest van de samenleving. Daar zijn deze moskeeën voor. Alhamdulillah, wat mooi om deze moskee te zien die ook door buitenland gefinancierd is. Zulke mooie mensen die hier zitten, niet etnisch, het is geen Marokkaanse moskee. Ik heb niks tegen Marokkanen, ik ben zelf een Marokkaan die leden aan. Het is geen Turkse moskee, ik heb niks tegen Turkse moeders. Nog sterk, onze Turkse broeders boven ons hoofd. Maar alhamdulillah, het is een Nederlandse moskee, waarin mensen uit Afghanistan hier zitten, waarin mensen uit Korea hier zitten, waarin mensen uit Marokko hier zitten, en waarin mensen uit allerlei andere landen hier zitten. Maar daar zijn mensen alle Nederlanders. En is het alleen? Voelt iemand zich niet Nederlander? Alhamdulillah, islam is voor iedereen. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We hebben je gestuurd met een barmhartige boodschap voor de hele wereld. Niet voor de Marokkanen. Niet voor de Turken alleen. Niet voor de Surinamers alleen. Niet voor de Antillianen alleen. Niet voor de Nederlanders alleen. Wa rahmatan lil alamin. Voor iedereen. Het is toch prachtig om deze moskee te hebben die alle nationaliteiten bevat. Waarin het gevoel van eenheid terugkomt, niet om het etnische. Waarin het gevoel van eenheid terugkomt, die gebaseerd is op islam. Wat kan dat ik aan de aandacht om met een wasata? Die taboe de shuhada'a aan de naas, de kuna rasul alaykum shahida. Daar is islam voor, islam maakt geen onderscheid tussen wie dan ook. En daarom kunnen we ook nooit onderscheid maken in wat? In huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarin iedereen welkom is.
alhamdulillah, onderworpen op jou nu. Van wat? Van de islam. En dat vond ik nog niet aan Allah. Het is toch mooi om dat te zien, man. Het is toch mooi om dat te voelen. Het is toch mooi om dat waar te nemen. Het is toch mooi. Zo'n verrijking van verschillende culturen en nationaliteiten en gedachten. En gedachten terug te zien in een moskee, mashallah. Het is toch mooi dat Nederlandse taal ons hier verbindt. Want als ik in het Arabisch zou spreken, zou die helpen mij niet verstaan. Als ik in het Turks zou spreken, zou ik dat niet kunnen doen, want ik dat niet kan. Maar als ik in het Nederlands spreek, dan begrijpt iedereen mij. Ik zie al een spanning op het moment dat ik in het Arabisch begin. Zit iedereen zo een beetje aan te kijken. Gaat deze imam op Nederlands spreken, lukt niet best. Dat is toch mooi? Dat is toch mooi om dat terug te zien? Het is toch mooi om dat terug te zien. En ik bagatelliseer de Arabische taal niet. Alhamdulillah, de Arabische taal is de Koran, is de taal van de openbaring. Is de taal van de Koran, mashallah. En ze naam de Koran de Arabia. Ook trots om daar ook te zijn. Wat prachtig als je die Arabische taal goed beheert. Wat prachtig als je de zoetigheid van elkaar goed kan begrijpen. Maar lekker, alhamdulillah, als je dat niet kan, betekent dat je minderwaardig of geen goede moslim hebt. Maar de islam is voor iedereen. En daarom bouwen we deze moskee op, broeders en zusters. Oh, grote samenleving die ons ook misschien kan horen. Daarom doen we dat. En natuurlijk, als wij een moskee bouwen, of dat nou de middenweg is, om even over onze moskee te spreken, met ons door de organisatorisch gezien, of het nou de blauwe moskee is, of deze part van onze moskee, of een andere moskee die dan ook. Natuurlijk, wij houden ons vast. Aan een aantal fundamenten. We houden ons vast aan een aantal fundamenten. Waar we geen consensus over willen bereiken. Waar we totaal niet van zullen afwijken. Waar we niet diplomatiek in de samenleving dat op een andere manier proberen te formuleren. En dat zeg ik hier op de preekstoel. Dat zeg ik op het moment dat ik bij Paul zit. Dat zeg ik op het moment dat ik overal ben. Dat zeg ik bij medebestuurders ook. Onze imams ook. Fundamenten zijn fundamenten. Laat die laten we niet los. Het Koran is ons fundament. Het Koran is ons fundament. En ik vraag me, ben ik het kitab? Laat ik bevi, hoe ben ik het taqim? Ik ga geen vers uit de Koran ontkennen. We gaan geen vers uit de Koran ontkennen. We vallen mensen aan die vers uit de Koran ontkennen. We gaan ook geen hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam ontkennen. We vallen mensen aan die dat proberen en die dat niet willen en die. En maakt niet uit vanuit welke perspectief ze actief of ze nou orientalisten zijn of het nou allerlei seculiere mensen zijn die islam of bepaalde versen uit de Koran weg willen halen of bepaalde hadith van de profeet weg willen halen, accepteren we niet. Daar zullen we voor staan. Maar we vallen ook mensen aan die de interpretatie van deze islam op een andere manier proberen te verwoorden. We accepteren ook niet dat er moslims zijn in dit land die allerlei andere interpretaties proberen als waarheid naar voren te brengen. Dat kunnen we niet accepteren, beste broeders en zussen. Dat is niet onze islam, daar staan we niet voor. En dit is wel een belangrijke discussie aan het worden. Naast het bouwen van moskeeën is een belangrijke discussie die ook gevoerd wordt, die inhoud van die moskee. Beste broeder en zussen, mag ik je een vraag stellen? Staat de islam voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw of niet? Of zegt de islam de vrouw is minder waardig dan de man? Of zegt de islam de vrouw is een eigendom van de man? Is dat wat de islam zegt? Ik zie heel veel mensen neer schudden. En waarom lopen iemand hier te zeggen dat we dat moeten erkennen? Alles! De hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt: Lo kuntu amiran ahadan. Lo kuntu amiran ahadan. Ik ga even de merk van de hadith goed benoemen. Lo kuntu amiran ahadan en yasjuda li ahad. La amartu man an yasjuda li zawjiha. Als ik iemand zou aanbevelen, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Als iemand zou aanbevelen. Dat iemand zou knielen voor iemand anders, dan zou ik de vrouw moeten vragen om te knielen van de man, voor de man. Is dat niet van eer? Die zouden we met z'n allen over eens zijn. Maar dat ding, waarom ga je dat uitleggen dat de eigendom van een vrouw naar de man gaat? Waar heeft dat mee te maken? Moest je niet in, broeders en zusters, dat wij soms de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam naar voren brengen en totaal niet begrijpen wat de profeet bedoelt?
Dat is ook onze, verantwoordelijkheid die wij moeten dragen als moskee. Deze hadith is niet in het kader gezegd van wat voor verhouding man en vrouw. Zal ik jullie even vertellen waar deze hadith vandaan komt, ook mijn zuster? Zoals wij in de Koran, als een vers uit de Koran geopenbaard wordt, en je wilt de Koran goed begrijpen, dan moet je teruggaan naar de historische feiten. Waarom is die vers geopenbaard? Wat wij noemen in het tafsir sabab en nuzul. Waar komt dat vandaan? Zo hebben we ook de hadith. Er zijn hier imams in dit land die deze hadith pakken en die dat gaan uitleggen. Op het moment dat de vrouw weggaat bij haar vader, gaan al haar rechten over aan wie? Aan haar man. Als ze eigendom gaat doen. Dus koop je een auto. Als het jullie is geworden, dat moet een beetje reëel zijn. Als je een auto koopt, dan krijg je eigendomsakte. Die staat vreemd over de vrouw zo. Deze hadith heeft een heel andere context. Weet je wat deze hadith vandaan komt? Kennen jullie Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Allah? Kennen jullie die of niet? Mu'adh ibn Jabal a'lamu bil halal wal haram, zegt de profeet Hassan. Mu'adh ibn Jabal, een van de beste metgezellen van de profeet, die alles weet over halal en over haram. Mu'adh ibn Jabal was in Sham, wat wij nu Syrië noemen. In die tijd was dat nog geen islamitische, geïnspireerde, om het even diplomatiek goed te formuleren, geïnspireerde staat. Terwijl die van mij voor Duits zijn. Tegenwoordig, je weet nooit, als je wat zegt, word je gelijk in de hoek geduwd. Geen staat heeft mij afgemaakt en andere mensen hebben mij ook afgemaakt. Het Allah wel. Mohammed was daar. En hij zag. Hij zag dat mensen gingen knielen voor belangrijke mensen in de samenleving. Ze gingen sujoed voor hun. En hij dacht, wow, deze mensen hebben veel respect voor deze mensen. Hij kwam terug naar de Medina, terug naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. En eerst wat hij deed naar de profeet sallallahu alaihi wasallam, ging hij sujoed voor de profeet. Wat heeft de profeet gedaan? Heb je toen gezegd? El kafir, billah, wat doe je nou? Ongelooflijk, wat doe je nou? Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam, die begint met de vraag. Wat doe je maar? Waarom doe je dat maar? Wat is er aan de hand maar? Waarom doe je dit? En Mohammed is niet zo maar zo. Het is geen zin om vertaling in de kouwaar en dat. Hoe leg je dat? Mohammed is iemand die gewoon alles weet over Kaotanin en die gaat het toch geleerd. Mohammed is wel die aan de orde. Hij zegt tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zei, oh profeet, ik kom net uit Sham. En ik zag dat mensen gingen kleren. Voor wie? Voor al hun hoogheden, grootheden. En ik dacht, als er iemand voor iemand zou moeten kleren, dan zijn wij dat dan voor jou, oh profeet, oh boodschap van Allah. En daarop reageerde de profeet sallallahu alaihi wasallam met deze hadith. Wij, hij zegt, ja Mohammed, dat moet je niet doen. En als ik iemand, zou aanbevelen om te knielen voor iemand, dan zou ik de vrouw vragen om niet te knielen voor haar man. Helaas, omdat daar een respectachtig aspect in zit. Heeft niets met verhouding man en vrouw te maken. De profeet had hem met deze hadith gezet, gereageerd op Mu'adh ibn Jabal. Waarin het belangrijke fundament van de islam, van de aqida, in besproken wordt. Je mag voor niemand knielen die dat ook hoog is voor de profeet. En sujoed die lijn is subhanah. Sujoed die lijn is jawaar. Waarom ook bij deze hadith dan op een gegeven moment allerlei interpretaties te geven en noem maar op. En waar is onze fiqh? Waar is onze islam? Waar is onze iman? Waar is onze wijsheid? Waar is onze... En op het moment dat je daar nuance in maakt, dan krijg je nou... Je wilt zeker de ongelovige tevreden stellen. Want ik ben zo ongelovig. Want als je niet naar die ga je ergens anders wonen dan. Kom je niet naar de stad. Zijn we ook klaar? Ik ben echt wel. Deze moskeeën kunnen beschermd worden op het moment dat we ook in staat zijn om goed de inhoud van de islam te beschermen. Dus. We discussiëren de inhoud. We discussiëren de interpretaties. We nemen geen afstand van fundamenten. Als ik deze hadith nu met u zo bespreek, waar is de relatie tussen man en vrouw daarin? Waar is de relatie? En de islam wordt beticht voor het feit dat hij de vrouw onderdrukt.
Alleen zitten daarin. Door handelingen van bepaalde moslims. Door handelingen van bepaalde interpretaties van de zogenaamde geleerden in de islam. Door mensen die zijn salafistisch noemen. We stellen voor Allah om in hun salafia belang in hun naast. Alhamdulillah, zijn genoeg geleerden binnen de salafia die daar anders over denken. Alhamdulillah, we leggen goed naar salaf. We zijn allemaal salafisten. Weet je wat salaf betekent? Is dat je terugkeert naar de bron. Dat je de eerste generatie van de profeet volgt. Wat zeg je, wie volgen wij? Volgen wij, om soms nieuws, maar niet op beneden. Wij volgen ook de salaf. Wij volgen ook de traditie van de profeet sallallahu alaihi. Wij volgen de Koran. Wij vinden dat belangrijk. We lijken we staan direct tegenover mensen die interpretaties geven waar de islam totaal geen binding meer heeft. Absoluut staan we daarop tegen. We gaan het wasje naar de wasje willen duwen, dat is onze verantwoordelijkheid van onze da'wah. Maar dat Allah Ta'ala zegt, omdat ik de moskee heb gebouwd, heb je een plicht om een da'wah te verrichten. Goed, ook in de Sabine, ook ik heb een met zo'n woord dat hij aan zegt van Allah. We zetten hem in dat hij achter. Als je de da'wah verricht, moet je met wijsheid dat doen. En als je het debat aangaat, we zetten hem, als je het debat aangaat, doe dat op een gezonde, wijze, beschaafde manier. Onze doel, broeders en zussen, is niet alleen te zeggen, dit is mijn islam en accepteren wil je of wil je niet. Dat is niet ons doel. Onze doel is dat we oproepen tot islam. Onze doel is dat we mensen overtuigen tot islam. Onze doel is dat we mensen laten voelen dat islam geen gevaar is. Hebben hier nog niemand te duiden. Dit is de duivel van de islam. Wat vond ik het mooi, beste broeders en zussen? Ik was vanochtend, toen ik hier naartoe kwam, had ik een collega-imam in Frankrijk gesproken. En we waren bezig met de preek aan het voorbereiden. En hij vertelde mij dat hij gisteren of eergisteren een aantal kranten had geraadpleegd van Frankrijk. Waarin de titel van de krant was dat een moslimvoetballer in staat was door zijn handeling. Ik ben die naam even vergeten. In staat was door zijn handeling om wat? Om de reputatie van die islam te verbeteren bij heel veel Fransen. Dat heeft niet gedaan omdat hij een lange baard heeft. En ik zeg niet dat baarden niet belangrijk zijn. Ik ben niet voor. Tuurlijk, het is een zondag van de profeet. Dat heeft niet gedaan omdat je een preek onder een preekstoel zit en loopt te schreeuwen. En je gevoel geeft aan jezelf dat jij de bewaker bent van de islam. Dat heeft hij gedaan omdat het een voetballer is die de mooie schoonheid van de islam heeft kunnen tonen aan de rest van de wereld. En dat is onze traditie van de profeet van Assis. Onze zondag van de profeet. Ik ben gestuurd om mensen vrolijker te maken, om mensen hoopvol te geven. Ik ben niet gestuurd om mensen weg te duwen van de islam en mensen de afstand tussen de islam groter te maken. Ook broeder en zuster, vraag Allah dat we deze weg op deze manier kunnen bewandelen. Ook broeder en zuster, deze prachtige mooie moskee die we hebben, brengt een extra verantwoordelijkheid met ons mee. Dat we deze moskeeën bouwen omdat we een nieuwe mooie beschaving introduceren. Die niet haaks staat op andere beschavingen. Evident. Islam is een verlengstuk. Voor het jodendom, voor het christendom. Je denkt dat al zin waar het echt is in de Koran en in de Salania, waar in de Yahudiya, waar in de Kitab. Het is niet een vreemde godsdienst die ergens moet vallen. Ja, het is een verlengstuk van. Nog sterker, als je niet gelooft in Isa alayhi salam en je gelooft niet in Musa alayhi salam, dan mag je jezelf geen moslim noemen. Fundamenten binnen ons islam. Dat zijn fundamenten van ons islam. En daarom vinden wij ons islam ook heel mooi, omdat die breder kijkt naar de samenleving. Ook broeders en zussen, deze prachtige mooie moskee moeten we bewaren. Deze prachtige mooie moskee moeten we ondersteunen. Waarom? Niet omdat jij daar moet gaan bidden. Niet omdat jij dat nodig hebt. Maar voor de komende generatie, over 500 jaar, komt een klein zoon voor jou, die ergens in Japan woont, omdat hij een grote zakenman is geworden. En hij dan denkt, wat, ik ga even een letter op vakantie naar Nederland. En het eerste wat hij ziet, wat prachtig, wat mooie gebouwen, wie heeft deze gebouwd? Oh ja, dat waren onze ouders. Die 400 jaar deze moskee hebben geïnitieerd, wat mooi om mijn gebed daarin te mogen. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
Tot eenheid komen. Die eenheid is ook een discutabel zijn.
maar waarin we in staat kunnen zijn om verschillen goed te kunnen plaatsen. Zonder elkaar de hersens in te slaan in iemand. Allahumma inna nas'aluka min shifa'i wa 'afiyati 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 wa 'afiyati